Top Os staat 11e op de ranglijst, maar het staat er ook zeer goed voor in de vierde periode met 11 punten uit 6 duels. En dus is dit een belangrijke wedstrijd voor de ploeg van Klaas Wels. Os krijgt hier ook meteen de eerste kans, de balverlies van Utrecht. En is het Dennis van der Heijden die het eerste schot lost. De redding is goed van Fabian de Keizer. Klaas Wels weet ook dat de wedstrijd tegen Jong PSV, uitgesteld vanwege corona bij PSV, aanstaande maandag zal worden ingehaald. En 6 punten uit die twee wedstrijden zou een flinke stap in de goede richting betekenen. Maar Jong Utrecht komt niet vaak in de buurt van het doel van Top Os, maar is hier wel in de aanval en dan gaat hier de bal zelfs op de stip. Na de overtreding op Mohamed Malai. Joshua Sanchez zou hier... Ja, er is wat contact, maar is het een overtreding? Dat is de vraag natuurlijk. Robin Gansner legt de bal op de stip. En Jeremy Hilterman, de aanvoerder, scoort alweer zijn 18e van het seizoen. Naar Utrecht, dat nou niet echt in topvorm steekt, want het verloor de laatste 4 wedstrijden. En het heeft ook nog nooit in Os gewonnen. Sterker nog, het heeft alleen maar verloren 4 keer op rij. Hier aan de andere kant een vergelijkbaar moment misschien wel met die strafschop van zojuist. Van der Heijden licht aangeraakt, uit balans gebracht. Maar hier komt geen strafschop voor de thuisploeg. Top Os dat natuurlijk wel aandringt na die 0-1. Dat stond niet in het ideale scenario. En dus de voorzet hier, die is knap. Die twee vinden elkaar vaak blindelings. Livio Milts en Mart Reemans. Maar Reemans kan hier net niet bij die bal. De hoekschop staat dan nog wel open. Kaak. En het schot uiteindelijk van Leon Kaak. Aanvoerder vandaag bij Top Os. Top Os met Trevor David en Jan Lammers weer terug in de basis. Staat dus nog altijd met 1-0 achter. En hier is Jong Utrecht weer in de buurt van het doel van Top Os. En is het weer meteen raak. Dit is het tweede schot op het doel in de wedstrijd van Jong FC Utrecht. Dit keer van Oussama Alou. En het is ook 2-0 voor Jong FC Utrecht. Heeft daar wel veel ruimte ook hoor, de linkerspits. En scoort dan met rechts. Os krijgt de kans in de eerste helft. Maar de doelpunten zijn dus voor Jong FC Utrecht. En dan gebeurt het dit meteen na de rust. Wels heeft zijn ploeg geïnstrueerd. Die 2-0 achterstand moet ongedaan worden gemaakt. Maar ondertussen heeft Jong Utrecht de bal met Malai. Malai is snel, schiet. Daar is de redding van Geens. En de rebound is voor Hilterman. 15 seconden gespeeld in de tweede helft. En Jong Utrecht komt van 2-0 al op 3-0. Nou, dat is dramatisch voor Top Os natuurlijk. En Jeremy Hilterman scoort alweer zijn 19e van het seizoen. 15 daarvan trouwens, dat is opmerkelijk, heeft hij gemaakt in uitwedstrijden. Wat kun je dan nog? Ja, proberen van afstand bijvoorbeeld, zoals hier met Livio Milts. Huurling van Rode SC en Kevin van Veen, de coach van Jong FC Utrecht. Ja, die ziet eigenlijk hoe zijn ploeg weliswaar onder druk staat, maar tot echt grote kansen leidt dat niet. Hier de kopbal van Kevin Leidsman. Een van de invallers in de rust, Leidsman bij Top Os. Latijn. Bal diep. Daar komt Jong FC Utrecht weer. En dan is het meteen weer gevaarlijk. Wat een kans zeg. En wat een slechte aanname dan van Malai. Want als hij die bal goed controleert met de borst, kan hij eigenlijk heel eenvoudig binnenschieten. Top Os is het kwijt na die 0-3. Niet al een kans liggen 2 weken geleden thuis tegen MVV. Toen werd het 2-2. Ook een wedstrijd die het eigenlijk had moeten winnen in die strijd voor de periodetitel. En nu moet het nog 3 keer scoren. Misschien 4 keer zelfs. In het laatste half uur. Maar het komt niet verder dan dit soort pogingjes van afstand. In dit geval van Philip Robbins. Volgende schot van afstand. Maar dan staat Fabian de Keizer in de weg. Op de inzet van Olivier Robbins. Van der Heijden. Bal naar de buitenkant. Milts. Milts gooit de bal maar weer eens voor het doel. Kopballetje daar. Van Leidsman. Maar het zijn niet echt hele grote kansen die Top Os weet te creëren. Natuurlijk is het overwicht. Maar het leidt niet tot treffers voor de thuisploeg. Of nu misschien met Kaak. Inspelen. Robbins. Ja, die krijgt toch ook een zet. Babai is de man die dat doet. Maar ook hier gaat de bal niet op de stip. Gaat de aanval verder. Piqué legt de bal af. Robbins. Hoek is lastig. Schot gaat voorlangs. Het tekent eigenlijk de machteloosheid bij de thuisploeg in de tweede helft. En Jong FC Utrecht op een royale voorsprong natuurlijk.
3-0 in een uitwedstrijd. Dat is lang geleden. En hier is er zelfs wat ruimte voor Aurelio Oelers. En die scoort 4-0. Net 17 jaar, deze invaller. En Oelers scoort hier zijn eerste doelpunt ook in het betaald voetbal. En het is een fraai hoor, vanaf 16 meter. Bal in de verre hoek. En dit betekent de grootste uitoverwinning ooit voor Jong FC Utrecht. En de periodetiteldroom van Topos ligt aan diggelen. Naar de 0-4.